De Universiteit van Amsterdam is openbaar en heeft niets met geloof te maken. Dat is tenminste wat de UvA altijd heeft verkondigd. Maar op verzoek van een kleine groep studenten komen er binnenkort toch gebedsruimtes. Hier in de studio zijn aangeschoven Kisa en Mohamed. Kisa, jij bent van het UvA en Mohamed, jij bent van het Erasmus in Rotterdam. Kisa, jullie hebben het voor elkaar in de UvA. De gebedsruimtes zijn daar. Gefeliciteerd. Ja, ik weet niet wat je bedoelt met jullie, maar ik ben een onafhankelijke denker en ik studeer toevallig aan de UvA. En ik vind het een stap in de goede richting. Dat misschien een ik? Kleine correctie. Het is geen gebedsruimte, maar een stilteruimte. Ja, wat is het? Heel even, Annabel. Ik mag mijn zin, maar dat in het kort, ja, inderdaad. Een klein groep studenten heeft laten weten, wij hebben behoefte aan bezinning, behoefte aan een ruimte waar we kunnen stilzitten, even voorbij de waan van de dag. Maar heeft het, voor jou met het geloof te maken, die ruimtes, of niet? Zoals in de huidige samenstelling is het een neutrale ruimte. Zo hebben de studenten die zich hiervoor hebben ingezet, voor gepleit. Een neutrale ruimte waar je ook kan bieden. En voor mij, persoonlijk vind ik het broodnodig dat ook een openbare universiteit ruimte is om te kunnen bieden. Want openbaar is geen synoniem voor exclusief. Annabel, het zijn stilteruimtes. Het zijn seculier. En seculier wil zeggen dat iedereen van elk gezind daar in principe welkom is, maar dat binnen dat gebouw gewoon de seculiere waarden gelden en dat je bidden thuis of in een kerk of in een moskee doet. Daarbij komt, studenten hebben daar niet voor gelobbyd, ze hebben gewoon in het PC-hoofdhuis een ruimte gekraakt en daarmee dat afgedwongen. Waarom de UvA daarmee akkoord is gegaan, waarom ze zwichten voor dat soort terreur, is mij ten eenmaal ook een raadsel. Ja, daar moet ik heel snel op inhaken, want het is niet zo dat zij een ruimte hebben gekraakt. Ze hebben inderdaad, eerst zijn ze in een ruimte gaan zitten. Dat hebben ze afgedwongen. Daar zijn ze vervolgens uitgezet. En toen heeft de UvA gezegd, nou, dan gaan we erover beraadslagen en nu gaan we inderdaad een ruimte toekennen. Ja, dat klopt. Het is iets heel anders dan ze hebben dat opgeheist. Nee, ze hebben dat wel degelijk met dat soort pressiemiddelen afgedwongen. En waarom de UvA daar slappe knieën in heeft gekregen, eerlijk gezegd vind ik dat je grote woorden gebruikt, terreur. Ik bedoel, de UvA heeft een bezettingscultuur. Ik ben een tegenstander. Ja, alleen dat al. Een bezettingscultuur. Ik wil iets over Israël nou nooit zeggen. Weet je wel. Dat ding staat hier op de Gaza. Ja, als ik mijn zin mag afmaken, de geschiedenis van de UvA. Studenten bezetten graag dingen. En een groep studenten heeft een gebouwtje bezet. Alsof dat normaal is. Behoefte aan een je zegt dat alsof dat gewoon... Dat... Ja, we hebben een inspraakvergadering en een gebouwtje bezet. Nee, kijk, wat je wel ziet is dat er natuurlijk steeds vaker een steeds groter groeiende drang is aan zo'n stilteruimte. En dat is ook... Ja. Wat nu uiteindelijk duidelijk is geworden, ook voor de UvA. Als we naar de UvA kijken, dan zien we dus dat in het verleden dat er steeds, zeg maar, weer is geprobeerd zo'n stilteruimte te hebben. Steeds is dat, zeg maar, een beetje tegengehouden. En nu heeft de UvA gezegd, ja, we zien nu dat die drang zo groot is dat het eigenlijk niet meer tegen te houden is. En misschien moeten we dan ook wel een weerspiegeling gaan geven van de samenleving. Oké, dus de vraag is of de UvA instituut dat wil. Een stilteruimte is ook niet religieus gebonden. Ah, hou nou toch op. Dat nee, maar Annabel. Dat is een semantische. Jongens, we gaan even kijken naar een filmpje waaruit blijkt, of waaruit niet blijkt, of de mensen bij de UvA er inderdaad behoefte aan hebben, aan de gebedsruimtes. Wat vind je ervan dat hier een gebedsruimte komt? Nou, dat vind ik een beetje overbodig. Sorry, een gebedsruimte? Ja, ik vind het oké. Okay. Waarom niet? Beetje onnodig. Nou ja, dat mensen gewoon kunnen bidden waar ze willen. Dat zou op zich gewoon moeten kunnen. Kan je gewoon lekker thuis doen of in de moskee? Als je moet scheiden, dan moet je ook naar de wc. Dat moet er ook zijn in een universiteitsgebouw waar je komt om te studeren. Net als dat de mensen een behoefte hebben om te bidden. Een slang hebben niet zo'n bel vier keer per dag. Hè? Dan vind ik het wel oké. Okay. Ik vind het niet noodzakelijk en ik snap het eigenlijk ook niet. Hou gewoon religie buiten universiteit. Thierry, je zou kunnen zeggen van, nou ja, het zijn gebedsruimtes, het loopt er lekker voorbij en waar maak je druk over? Aan de andere kant kun je zeggen, dat heb ik meer. Het is een principiële kwestie. Het is een seculiere instantie. Hè? Het is een universiteit. Daar moeten we het denken en het leren. Daar moeten we de godsdiensten buiten laten. Ja, dat is alleen niet echt waar. Want we hebben ook de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ja, maar dan heet het zo. Ja, maar dan heet het al zo. Dan heet het net zo. Als de VU. Dat is een ja, mag ik graag alsjeblieft hierop. Ik wil even Thierry horen. Ja, ik heb een tijd in Oxford gestudeerd. En daar had je ook overal kerken en zo. Dus ja, op zichzelf. Kijk, ik denk dat de pijn... Ik heb ook over het nadenken wat ik er nou van vind. En ik ben er niet zo over uit. Maar kerken, dan mensen, zeg je het al. Dan ga je naar buiten toe. Dan is het niet in de universiteit. Dat zit in het gebouw van de universiteit, ja. Maar de pijn zit hem natuurlijk helemaal niet in of iemand het erg vindt dat er een of ander ruimtetje is. Het is een zoveelste stapje
in een islamisering van de Nederlandse samenleving. Met halal eten, met hoofddoekjes, met een suikerfeest, noem het allemaal op. Precies het punt waar het contrast niet heeft. Ik ga gewoon even uitpraten. En de moeilijkheid is dat, wat ik dus zie in de peilingen, dat 70-80% van bijvoorbeeld de Nederlanders wil de grenzen nu dicht. Maar tegelijkertijd 70-80% van de mensen stemt op politieke partijen die de grenzen open willen. Maar we hebben het nou weer over grenzen. Maar ik wil even het punt dat ik wil maken. Nee, dat is heel belangrijk. Wij hebben ons als Nederland nog altijd niet gerealiseerd wat het betekent als er massa-immigratie is. Dat betekent dat je bevolking fundamenteel verandert. Ik wil het even, dus ook dat ik wil de het bij de UvA houden. Ik mag aanhaken. Ja. Ik denk dat wat ik zeg is helemaal niet tegen jullie. Oké, maar er is een valse dichotomie. Het debat gaat de verkeerde kant op. Want seculier, nogmaals, is geen synoniem voor exclusief. Ja. Scheiding tussen kerk en staat is niet wettelijk verboden. Bovendien, zoals Thierry aangeeft in Oxford, zelfs Harvard als een seculiere universiteit heeft gebedsruimte. Erasmus Universiteit heeft een stilteruimte. Dus het is meer dan logisch dat de UvA als openbare instelling om de academische gemeenschap te bevorderen zegt, wij zijn inclusief, want UvA zegt, ik wil divers zijn, ik wil een afspiegeling van de samenleving zijn. En inderdaad, er zijn islamitische studenten aan de UvA. Dus het is meer dan logisch dat de UvA zegt, religie is geen achtergestelde activiteit. Religie is onderdeel van de universiteit. Nee, het is geen onderdeel van de universiteit. Ik kan ook wel zeggen, ik wil mijn hond meenemen. Ik weet van tevoren wat daar de regels zijn. Als ik naar een vegetarisch restaurant ga en ik ga daar stampij maken omdat ik daar geen biefstuk kan Maar weet stellen, jij dat de UvA bier betaalt voor studenten, Annabel? Dan ligt de fout bij mij. Annabel, om daarop in te haken, ik kom van de Erasmus Universiteit en ik heb de keiharde realiteit mee. Ik heb geen theorieën zoals seculariteit in mijn hoofd zitten en die ik dan vervolgens loslaat op de werkelijkheid. Wat belangrijk is om in geval van werkelijkheid, in geval van dat je ziet dat er een bepaalde behoefte is, dan moet je kijken hoe ga je daar ruimte aan geven. Maar begrijp jij dat het niet is? Nee, dat is jouw privéwerkelijkheid. Jouw geloof zit in je hoofd of in je hart, of weet ik veel, waar jullie de sprookjes laten. Ik heb jou zin tweeten. En wat jij tweet is, op het moment dat je naar de universiteit gaat, dan ga je daar naartoe om colleges te volgen en niet om te bidden. Of je gaat naar een christelijke universiteit. Ja, maar we moeten ook niet met twee maten meten, vind ik. We moeten niet met dubbel standaard, want we weten op dit moment dat de UvA miljoenen investeert in sportfaciliteiten en culturele faciliteiten. Er zijn studenten die daar geen gebruik van maken. De UvA doet dat omdat ze heeft begrepen dat studeren veel meer gaat dan alleen maar de collegebank. Dat is een stilte, bezinning. Dat is een fundamenteel ander punt. Je kunt niet zeggen dat stilte niet bijhoort, maar wel stilte heb je ook borrels. In de bibliotheek. Niemand houdt jou tegen als jij even een momentje voor van studenten worden betaald door het geld van de UvA. Ik heb iemand die jou bijstaat, Annabel. Dat is de historicus Waling. Geerten, daar gaan we even naar luisteren. Je ziet een soort trend eigenlijk dat er op universiteiten, maar ook in het publieke debat, heel makkelijk wordt geluisterd naar minderheden die hard roepen. En die vaak sentimenten gebruiken in plaats van argumenten om hun punt te maken. En dat het inhoudelijke, rationele debat steeds minder gevoerd wordt, of dat mensen daaruit worden weggeduwd door die minderheidsgroeperingen. Ik denk dat de universiteit niet zo makkelijk moet zwichten voor een minderheid. Zeker niet als de principes op het spel staan. Zoals hier de seculiere universiteit. Maar ook, wat is een universiteit überhaupt? Wat mag een universiteit gaan doen? Onderwijs, onderzoek. Maar moeten we dan ook allerlei ruimtes gaan faciliteren voor mensen die willen bidden of mensen die willen masturberen? Moeten die weer een eigen ruimte krijgen? Die hebben daar toch ook het recht toe, zou je zeggen? Ik denk dat de UvA misschien wel een nieuw principe heeft. Het principe, al onze principes zijn te koop. En dat daarmee een soort, ja, de studenten worden behandeld als klanten. Die moeten tevreden gesteld worden. En niet meer als studenten die ook moeten leren om rationeel te argumenteren. En om niet meteen sentimenten erin te gooien en te gaan schreeuwen en kraken. Begrijpen jullie dat het een principiële kwestie is? Dat het gevaar bestaat dat het zich uitbreidt? Nee, ik zou hier zeggen dat hij in dit geval zeg maar een soort van Ho Chi Minh-route gebruikt voor het beargumenteren van zijn standpunt. Een Ho Chi Minh-route? Ja, een zijroute zeg maar die bijna niemand kent op dit moment. Kijk, als ik het zo mag stellen. De seculariteit, zeg maar. We kennen allemaal niet. Ja, nee. Ik ben niet één. Zo onbekend dat niemand. Maar mag hij zijn punt afmaken? Ja, mijn punt is dat seculariteit, zeg maar, eerst moet gedefinieerd worden. Wat is seculariteit? Wat is secularisme? Secularisme betekent helemaal niet dat het tegen een bepaald geloof is. Scheiding kerk en staat. Ja, dat scheiding kerk en staat. Maar waaruit komt dat voort? Dat komt voort uit een bepaalde verlichting die we kennen. Die verlichting bracht met zich mee dat de mens vrij moet zijn. Dat hij de vrijheden moet hebben. Daaraan ontlenen wij onze vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting.
Dus die vrijheid van godsdienst past gewoon hartstikke goed in de seculiere staat. Die vrijheid is niet in het geding als jij op jouw universiteit geen gebedsruimte hebt. Die vrijheid heb jij. Jij mag een moskee bouwen of een kerk. Kijken naar de Erasmus, jij mag geloven wat je wil. Je mag boeken lezen wat je wil. Ik kom vanzelf van de Erasmus Universiteit. Ik heb op de Hogeschool in Holland gestudeerd. Ik heb op de Haagse Hogeschool gezeten. Ik kom op het Erasmus MC. Ik kom op genoeg seculiere instellingen. Die seculiere instellingen hebben allemaal een stilteruimte of een gebedsruimte. Dat vind ik allemaal verschrikkelijk. Ja, maar Annabel, kies jouw laatste punt. Want jongens, we moeten eruit. Dat neemt de seculariteit van die instellingen helemaal niet weg. Laatste punt voor Kiesja. Ik denk dat in Nederland en helemaal de UvA, waar hoogopgeleide mensen de nieuwe generatie leert, ziet, moeten we leren dat de minderheid ook ruimte heeft en dat we een inclusieve karakter moeten hebben. Dat op een gegeven moment dat de UvA constitutieborrels betaalt van studievereniging, is het niet heel vreemd om stilteruimte te faciliteren. Okay. En wat mij betreft zelf religie includeren, want het is geen achterlijke activiteit. Staat genoteerd en we gaan... Borrels vallen niet wereldwijd elke dag weer... Annabel, over borrels gesproken, we gaan verder achter de bar. Door religie aan de bar. Naar de bar. Dankjewel, jongens. Dankjewel. En dus is de conclusie van vanavond op universiteit. Zijn ze gestopt met nadenken. Succesvol Rotterdam staat weer eens goed op de kaart. Ultralinks rukt op in Twente. En je bent niet langer alleen levensmoe als je naar Benidorm op vakantie wil. Dit was Studio Poont. Tot volgende week.